Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe weekreading. De komende week staat in het teken van je krachten die wakker mogen worden. Iedereen, ook jij, heeft speciale talenten, mooie talenten, bepaalde krachten kunnen we dat ook noemen. En deze week worden we omringd met de energie vanuit het universum die ons helpt deze krachten wat verder te ontwikkelen. En het is niet zo dat aan het einde van de week alles natuurlijk perfect aanstaat. Maar deze week worden we wel uitgenodigd en dus omringd door een energie die ons helpt om die krachten verder te ontwikkelen. En voor sommige mensen zal dit heel praktisch uitpakken, dus je talent om te organiseren, misschien een marketingtalent, misschien juist een talent om woorden te gebruiken, om te spreken. Maar tegelijkertijd heeft deze energie een soort spirituelere laag. Dus het gaat ook over het wakker maken van paranormale krachten, zoals helende handen. Zoals helderwetendheid, heldervoelendheid, dus de paranormale gaven, helderziendheid. En er wordt in ons wat getriggerd. Dat is natuurlijk aan de ene kant heel erg fijn, want daardoor komen we meer tot alles wat we op dit moment in ons hebben. En dat is natuurlijk weer anders dan wat we volgend jaar in ons hebben, want dan zijn we weer verder ontwikkeld. Zijn er weer andere krachten naar de oppervlakte gekomen die we dan toch stiekem hebben. Maar die er nu in ieder geval in potentie liggen, die we verder mogen ontwikkelen. En dat is wat gebeurt. Het kan natuurlijk een drive geven van, hey, ik voel me meer mezelf. Ik voel dat wat wakker wordt. Ik voel wat borrelen. Ik voel een vlam. En misschien weet je helemaal niet wat het is en blijft het volledig onbewust. Het geeft wel een bepaalde motivatie. Aan de andere kant, als je nog worstelt met je innerlijke criticus of je perfectionisme en je bent niet bewust van wat er nu energetisch gebeurt, dan kan het een gevoel geven van, doe ik het nou nog niet goed genoeg? Ben ik nou nog niet goed genoeg mezelf? Haal ik nou nog niet alles uit mezelf? Dan voelt het alsof je het weer niet goed hebt gedaan. Dat is het risico wat je loopt. Dat je dat gevoel krijgt als je innerlijke criticus nog heel sterk aanwezig is. Of je perfectionisme nog heel sterk aanwezig is. Zeker wanneer het dus onbewust blijft. Want dan registreer je onbewust van, hey, ik ben wat aan het ontwikkelen. En dan zeg je innerlijke criticus, zie je wel, je hebt het weer niet goed gedaan. Of je had nog wat in je. Zie je wel dat je nog niet alles uit jezelf hebt gehaald. Dus wees je bewust van dat dat hier ook door getriggerd kan worden. Wanneer dat bij jou nog een grote rol in je hoofd speelt en in je systeem speelt. En daarbij is het ook belangrijk om te beseffen dat die innerlijke criticus misschien wel hele gemene dingen zegt, maar niet per definitie gemeen bedoelt. Want heel vaak probeert die criticus je op een totaal verkeerde manier, want die manier is echt niet goed, maar hij probeert je te motiveren, hij probeert je meer uit jezelf te halen. Dus dat is wel de valkuil die deze week ontstaat, dat die stem heftiger klinkt. Dan fijn is. Maar ondertussen zijn we dus bewust en ook onbewust vooral bezig om onze talenten, om onze krachten wakker te maken. En dan vooral de spirituele, paranormale krachten. De steen die er heel goed bij kan helpen is de Golden Healer. Want deze werkt in op eventuele energetische blokkades die die krachten in de weg staan. Helpt ook onze helende krachten vooral wakker te maken. Dus het is vooral een steen die heel goed is in het energie helen. Golden Healer, het zit natuurlijk al in de naam. En tegelijkertijd helpt het ons ook om healingen te geven. Om op een gezonde manier zonder over onze eigen grenzen heen te gaan. Dus ook als je al heel veel gegeven hebt om niet over je eigen grenzen heen te gaan. Juist die talenten in te zetten om naar buiten te manifesteren. Om mensen te helpen. Dat gezegd hebbende ga ik hem hier afronden. En wens ik je een waanzinnige, mooie en gezonde week toe.